Hey, ik sta hier midden op een grafheuvel. Hier in het gebied rondom Basecamp, hier op de Veluwe, liggen meer dan 750 grafheuvels. Die grafheuvels die komen uit een periode van heel lang geleden. Die stammen uit de tijd van onder andere de bronstijd. De tijd dat hier allerlei verschillende volken leefden. Had de gewoonte om de mensen die overleden waren, om die te begraven in een kuil, steen erop te doen en dan zand eroverheen. Of ze holden een boomstam uit, legden daar de overledenen in en gingen zand overheen. Of men cremeerde de mensen die overleden waren en de urnen werden bijgezet in een grafheuvel. Nou, deze grafheuvel is maar heel klein. Ik heb expres een grafheuvel uitgekozen die maar een klein beetje een bobbel geeft in het landschap. Je zou er voorbij zijn gelopen als hier de bomen niet weggehaald waren. Meer dan 750 grafheuvels en af en toe wordt er nog eentje opnieuw ontdekt. En je loopt er soms zomaar voorbij omdat er allemaal bomen op staan en volgegroeid is met onkruid en andere struiken. En als men een nieuwe grafheuvel ontdekt, dan haalt men de bomen weg, zodat het weer zichtbaar wordt. Het landschap zag er vroeger totaal anders uit. Het landschap zag er vroeger hier veel kaler uit. Het was ruig gebied, ruige veld, heide, zandverstuivingen, af en toe bomen. Dus deze grafheuvels, het waren landmarks in het landschap. Van verre kon je ze al zien liggen. En de grootte van de grafheuvel en de hoogte, en gaf ook iets aan van de positie van degene die overleden was. Op deze manier wilde men de mensen eren. Nou, in de vorige vlog ging het erover om dingen buiten het kamp te brengen en daar te begraven. Om dingen te bedekken. Om vuiligheid, verkeerde dingen, onreine dingen, buiten het kamp te brengen en te bedekken. Omdat God heilig is en in jouw leven wil wonen. In jouw levenskamp, in jouw basiskamp, in jouw thuis. Maar toch kunnen er ook in jouw leven dingen zijn, gebeurtenissen, herinneringen, pijnpunten, maar ook zonden, angsten, die jij niet aan God beleden hebt. Maar die je eigenlijk wegduwt in de grond, binnen jouw leven. En als het ware duw hij het onder. En als je iets onderduwt, dan kost dat kracht en energie. Probeer maar eens een pingpongbal of een tennisbal of een andere bal onder water te duwen. Dat lukt prima. Maar als je hem loslaat, komt hij weer omhoog. Dus je wordt doodmoe om al die dingen maar onder de grond te houden. Dat kost heel veel energie. En als je heel veel dingen onder de grond duwt, dan kan het ook zo wezen dat in de loop van de tijd het gaat begroeien met bomen, met onkruid. Dat je het niet eens meer ziet door al de bomen die in jouw leven groeien. Dat je niet eens meer kunt zien dat daar een grafheuvel is. Het is zo bedekt, maar er is nog wel een bobbel zichtbaar, als je goed kijkt. En zo kunnen er in jouw leven nog bobbels zijn van dingen die opgeruimd moeten worden. En nou hebben wij een liefdevolle God. En die liefdevolle God die gaat niet met een grote hakbijl door jouw leven heen en haakt al die grafheuvels kaal, zodat het meteen zichtbaar is. En dan wijst hij niet meteen alle plekken aan. Heel liefdevol wijst God af en toe een plek aan en hij zegt, joh, hier moet je bomen kappen. Hier moet je even graven. Hier ligt wat, wat er niet hoort. Hier ligt nog wat in jouw leven bedekt. Een herinnering, een pijnpunt, een zonde, die er niet hoort. En liefdevol wijst God je erop. En David, die laat ons dat zien eigenlijk in Psalm 32. In de vorige vlog ging het ook even over Psalm 32, over het eerste vers. In het eerste vers van Psalm 32 staat, gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonde wordt bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Dus gelukkig als je zonde wordt bedekt. Maar nu zeg je Theo, je moet de zonde niet bedekken, maar je moet het laten zien. Ja, dat klopt. Maar er is een verschil. De vorige keer ging het over iets brengen buiten het kamp, buiten jouw leven en het daar begraven.
Maar ook binnen jouw kamp, binnen jouw leven, kun je dus dingen hebben die je hebt onder, ja, bedolven hebt, begraven hebt, met die niet thuis horen. Jouw leven is geen kerkhof. Het leven met Christus, de opgestane Heer, is geen kerkhof. En daarom wil God zooi opruimen in jouw leven. En dat doet hij op zijn tempo. En dat lezen we bijvoorbeeld in een vers verder. Er staat namelijk in vers 3. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Hij leed eronder. Hij verzweeg het. Het kostte hem moeite en pijn om alles op de water te duwen. En wat doet God dan? Heel liefdevol. Vers 4. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerritten. Dus Gods hand is op David. Heel liefdevol duwt Gods hand hem naar beneden. Hij voelt van, wow, er is iets. God wil me iets duidelijk maken. En de kracht van David, waarmee hij probeert die zonde onder water te duwen. Al die zonde bedekt te houden. En die kracht smelt weg. En dan plop, als een balletje wat weer omhoog schiet in het water, komt het aan de oppervlakte. En als iets aan de oppervlakte komt, dan kun je het belijden. En dat zien we in vers 5. Toen beleed ik mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Niet langer een grafheuvel, nee. Ik bedekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken. Ik beleid. Ik bekende hier mijn ontrouw. En u vergaf mijn zonde. Mijn schuld. Dan zijn we eigenlijk weer terug bij vers 1. Want op het moment dat je iets beleden hebt aan God, dat aan de oppervlakte gekomen is, dan mag je het met God buiten het kamp brengen. Dan mag je als het ware in de voetsporen van Jezus Jeruzalem uitlopen. Naar de plek Golgotha, waar hij voor jou en mij het kruis stierf voor alle zonden. Jezus stierf, daalde af in de dood. En daar blijven onze rotzooi liggen, onze zonden. Dan is het bedekt. En Jezus staat op. In Psalm 103 schrijft David wat God eigenlijk als het ware doet met onze beleden zonden. In Psalm 103 lezen we dat, vers 12. Daar staat: zover als het oosten verwijderd is van het westen, zover heeft hij onze zonde verwijderd. Dus God doet zover het oosten verwijderd is van het westen, zover doet hij onze zonde weg. Dat is eindeloos. Je komt nooit helemaal bij het oostpunt of westpunt uit. Het is eindeloos. In Micha 7 vers 19 staat het ook heel mooi verwoord. Daar staat: onze zonde werpt u in de diepte van de zee. Dus God pakt jou en mijn zonde op, gooit het buiten het kamp, nee, gooit het in de diepte van de zee. En de golven bedekken het. Schrijver Corrie ten Boom, misschien wel bekend, heeft verschillende boeken geschreven. En zij zegt over deze tekst: ja, God gooit het in de diepte van de zee. En daarna pakt hij een bordje en schrijft hij erop: verboden te vissen. En dat plaatst hij erin. Dus God bedekt niet alleen onze zonde. Hij gooit onze zonde niet alleen maar weg. En gooit in de diepte de zee. Maar hij vist er ook niet meer naar. Het is weg. Wij mensen, wij halen graag oude koeien uit de sloot. Maar God doet het niet. Op het moment dat je bij God dingen beleidt, dan gaat hij die liefdevol mee op. En ruimt het echt op. Zo is jou en mijn God. Dan sluit ik met één tekst af. Dat is een tekst uit 1 Johannes. 1 Johannes 1. En daar staat, in vers 7, maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons voor alle zonden. Dus welke dingen jij nog verborgen hebt in je leven, en misschien wel helemaal begroeid zijn met allerlei bomen en struiken en onkruid. God wil op zijn tijd, op het tempo wat bij jou past, dingen aanwijzen om dingen aan de oppervlakte te brengen. Zoals jij voelt dat Gods hand op jouw leven is. En hij je iets duidelijk wil maken. Ga dan op je knieën en vraag God: God, wat wilt u mij duidelijk maken? God, wat speelt er op dit moment in mijn leven? Wat mag aan de oppervlakte komen? En stop dan met vechten. Ga dan niet vechten om het nog ondergeduwd te houden. Laat het los. Dan kun je het opruimen. Dan kun je het belijden. Buiten het kamp brengen. En ik daag je uit om eens na te gaan, welke grafheuvels heb jij in jouw leven? Welke grafheuvels moeten er leeg gekapt worden en opgegraven worden? En als jij nou hier wandelt op de Veluwe en je komt van die grafheuvels tegen, denk dan eens even terug aan deze vlog.
En dan wat jij mag opruimen. Shalom.